Voor scouting Keizer Karel en scouting Paul Kruger zijn het momenteel rustige tijden. Normaal gesproken verenigen ze zich als Stichting Scouting Vierdaagse Kamp Nijmegen. Hier kunnen nationale en internationale scouts tijdens de Vierdaagse vertoeven voor een all-inclusive scoutingverblijf. De rust van deze jaren maakt extra duidelijk hoe groot de organisatie normaal is. Er zijn in de afgelopen jaren, en ik heb het eventjes opgezocht, zo'n 80, 90 lopers. En er zijn ongeveer 70, 80 medewerkers. Je kunt grofweg zeggen, maar dat is niet helemaal, maar er zijn ongeveer zo'n 160 mensen hier op dit terrein, waarvan de helft lopers en de helft medewerkers. Ja. Dat zijn dus de mensen van de posten. Nou ja, bij 6 posten keer 5 mensen heb je al 30 mensen. Ja. Dat zijn de verzorging hier. We hebben hier op het terrein in het gebouw van Keizer Karel een lokaal, dat heet dan het voetverzorgingscentrum, waar mensen na afloop hun voeten kunnen laten verzorgen, blaren prikken, afplakken. Er is een ruimte waarin je kunt intekenen voor massage om de spieren weer los te krijgen. Dus daar moeten ook allemaal mensen bij zijn. De catering wordt verzorgd. Je ontbijt 's nachts als mensen gaan lopen om 2 uur of om 1 uur. Dan is in de ruimte daar staat er ontbijt klaar. Mm-hmm. En ook om wat mee te nemen voor daar onderweg. Heb je een kaartje van? Ja. Alle deelnemers die krijgen zo'n kaartje. Waarin dan je staat waarop je hebt ingeschreven. Mm-hmm. Ook de medewerkers, van wil je van het diner of de ontbijt of de lunch gebruik maken. Mm-hmm. Nou, dan kun je daarop intekenen en dan staat het op het kaartje. En dan wordt bij de uitgifte wordt er even gekeken van klopt het met je nummer? Heb je hierop ingetekend, ja of nee? Uiteindelijk een giga-organisatie hier. Mensen slapen hier, ze kunnen hier eten krijgen, ze kunnen hier verzorgd worden. Het is een enorme organisatie waarin we veel mensen nodig hebben, maar het zit wel prachtig in draaiboeken in elkaar. Maar het is allemaal keurig geregeld. En natuurlijk wordt dat jaarlijks weer geëvalueerd en bijgesteld. Ja, ja. En nu kom je dus in een organisatie die al ruim 30 jaar draait. Dus het is klein begonnen en groot opgezet. Ja. En als je kijkt nu naar, het is nu al het tweede jaar dat het niet doorgaat. Ja. Je verliest daardoor natuurlijk ook inkomsten. De verliezen inkomsten. Nu is de stichting Scouting Vierdaagse Kamp Nijmegen, die is niet gericht op winst, maar wel dat we de boel kunnen betalen. Maar je maakt natuurlijk altijd kosten het jaar door. Hè? Van materialen die we hebben, die hebben we in een container die dan weer hier wordt neergezet. En dan kan het weer uitgehaald worden, maar er moet nu worden opgeslagen. Dus een opslag. En die kosten ook, lopen ook door. Denk aan abonnementen van telefoon of er zijn kosten. Dat is niet echt gigantisch, hè? Dus dat kunnen we best wel een jaar, ook 2 jaar kunnen dat wel overleven. Wat financieel vooral lastig is voor die 2 scoutings, hè, waar we de terreinen van gebruiken. Want gebruiken, dat is voor die clubs zijn dat wel inkomsten, want je huurt het terrein. Ja. Wat lastiger is, en ook dat hoor ik bij andere organisaties, ook vrijwilligersorganisaties, van hou je de mensen vast? Ja. Want je hebt bij al die verschillende dingen, die 80 vrijwilligers wat ik net al zei, die ook specifiek zijn. Niet op elk plekje kun je iedereen gebruiken, zal ik maar zeggen. Van 's nachts, als de mensen hier op moeten staan om te gaan lopen, hebben we een wekdienst, zodat niet iedereen in zijn tent een wekker heeft staan waardoor de hele boel wakker wordt. Dan vraag je van iemand, ook voor nachtdiensten, die in die week, waarin er een heleboel leuke dingen zijn, vaak prachtig weer, juist 's nachts werkt, dus overdag moet slapen. Mm. Met andere woorden, je kunt niet iedereen kan al die dingen doen. En dat is eigenlijk wat ons op dit moment misschien nog wel de meeste zorgen baart. Lopers, ik denk eigenlijk, we hebben gokken er wel op dat als de Vierdaagse weer gaat, dat lopers wel komen. Hè? Maar die vrijwilligers, dat is echt een echt zorgenpuntje. Ja, misschien is dat het grootste zorgenpuntje, behalve de financiën voor die 2 scoutings hier. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. 2 keer heb je het nu gemist. Wat mis je het meeste eraan? Wat ga je het meest aan het hart? De hele bedrijvigheid. Zoveel mensen bij elkaar, door elkaar. De lopers zijn moe vanwege het lopen. De medewerkers zijn moe vanwege het medewerken. En allemaal een perfecte week gehad. Ja. En als je dan op vrijdagavond toch een soort ontlading hebt, waar je zegt, jongens, dit hebben we met z'n allen goed gedaan. En ieder op zijn eigen stukje. Hè? De een doet dit en de ander doet dat. Ja. Dat mis ik eigenlijk. Ja. Het geheel loopt samen naar een mooie eindpresentatie. Ja. Dat is, ze hebben het vaak ook over het Vierdaagse gevoel en zo. Nou, dat is hier binnen het Scouting Vierdaagse gevoel. Hè? Want je komt soms, denk ik helaas, natuurlijk niet zoveel in de stad. Hè? Want je bent hier de hele dag bezig. Daar heb je natuurlijk een andere sfeer. Maar hier heerst dan ook echt een Vierdaagse sfeer van verbroedering. Zoals je dat ook in het centrum tegenkomt.